blijf hangen. Mooi jongens. Zijn we terug op het plekje waar ik 2 weken terug een aantal lossers heb gehad? Ah nee! Ah nee! Ja, ik ben hier vorige week ook nog geweest, maar het was echt, echt ellende gewoon. Het wordt een bagger jongens, ik ga de boel inpakken, het is mooi geweest. Natte sneeuw, harde wind, koud, hoge waterstand, bruin water. Ja, het was helemaal niks. Toch nog wel een paar tikjes gehad, anders was ik al lang eerder weggegaan. Maar... Het zijn hier volgens mij voorzichtige jongens. Ik heb vandaag eigenlijk 1 missie en dat is gewoon hier een visje vangen. Hetzelfde opstelling als de laatste paar keer. Bij de bodem horsmakreeltje. Boven de bodem vorentje. Tijd voor koffie jongens. Ik heb tegenwoordig een vroeg op joh. Ik denk dat hij eraan zit, jongens. Ja. Blijf hangen. Oh. Mooi snoek. Gezien dat het een dikke is. Het is een mooie snoep. Oh jongens, kijk eens aan. Echt een hele mooie dikke snoek. 97 is die. Goed zwaar, goed dik. Echt een heel mooi beest. Nou, 3 maal scheepsrecht. Missie geslaagd. Ik zit er net een half uurtje, dus ja, super blij mee. Is het afzien niet voor niks geweest en de frustraties. Ga deze terug hoor. Oh. Had er zin in. Inmiddels 2 uur verder, dus we zitten hier al 2,5 uur. Na die mooie snoek niks meer gebeurd. Dus we gaan even verder. De buiten is al binnen, missie geslaagd. Dus mijn dag kan eigenlijk al niet meer stuk. Maar goed, natuurlijk wel leuk om nog een visje erbij te vangen. Helaas jongens, geen visje hier. Gaan we verder. Ik denk dat ik vandaag de volgorde omkeer. Dan gaan we nu naar het plekje waar ik 2 weken geleden vandaan kwam.
heeft. Yep. Daarin. Rotzak. Ja, dan moet je vooral jezelf gaan knippen, jongen. Een hoop kreeft hier, jongens. Een hoop kreeft. Kijk weer terug naar het eerste plekje. En daar mooi afsluiten. Zo jongens, tijd om de boel in te pakken, helaas. Ik moet de kleine ophalen, dus we kunnen niet tot sluit blijven. Nou, wat een geweldige dag vandaag. Heerlijk weer gewoon. De vangst, ja, helaas is bij die ene snoek gebleven. Maar goed, het was wel een hele mooie snoek. Ik had een missie om hier een vis te vangen, nou, dat is me ook gewoon gelukt. Dus ik ga niet klagen, ik ga met tevreden gevoel naar huis. En ja, de boel maar eens inpakken. Ik zie je later. Nou, vandaag niet op de snoek. Ik had me voorgenomen om de laatste sessies op de snoekbuis te gaan. Vooral na die laatste dikke snoek die ik ving. Ja, die zat gewoon helemaal vol met kuit. Dat is voor mij toch wel een teken dat, dat we ze maar rust moeten laten. Dus vandaag op de snoekbuis. Ik heb ook verschillende opties bij. Ook op de witvis, op de meerval. Ja, de watertemperatuur heeft inmiddels dubbele cijfers. Het is naar een hoogwatergolfje geweest, dus de vis zou weer actief moeten zijn. Nou, vandaag van alles bij. Haasvisjes, pieren, maaien. Kijken of we vers visje kunnen vangen. Met wat mais. En nog wat piertjes. Hier met klooien, jongens. Jongens, ik haal me. Een meerval hengel op, ik zag er net een paar tikken op. En dan hangt gewoon een snoekbuisje aan. Shit. Nou jongens, eerste visje. Het is een mini, maar op de pieren. Nou grappig, leuk. Nou, hebben we gelijk de doelsoort gevangen. Kijken of we een wat grotere kunnen pakken. Het is wel gepakt hier. Een snoek denk ik. Nou mooi man. Eerste visje. Inmiddels een uurtje verder. Ik ga even ietsjes verderop zitten. Net stond daar nog een laagje water, maar het water is dermate aan het zakken dat ik daar nu wel kan zitten. Inmiddels weer anderhalf uur verder. Het is nu 10:30. Ik ga weer even verkassen. Ik ga iets verderop zitten, is het wat dieper. Het stroomt ook wat harder, maar misschien dat ze daar zitten.
is. Paling of meer wel, denk ik. Voelt als een meervalletje. Leuk meervalletje. Nou jongens, niet helemaal waar we voor kwamen, maar zeker welkom. Ja, vorig jaar heb ik heel wat moeite gedaan om de eerste te vangen. Nou, nu komen we voor de snoekbaars en vangen we zo'n jongen. Ja, mooi man. Ha. Eerste van het jaar. Ochtend is inmiddels afgelopen. Ik ga nu de spulletjes inpakken. Als het goed is komt er rond 4 uur echt een flinke regensbui. Ja, daar heb ik geen zin om op te wachten. Daarnaast was ik hier ook al vroeg, dus ik moet even batterijtjes opladen. En dan denk ik dat ik hier vanavond terugkom.